In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Max. Hij is een adult baby diaper lover. Je duim of een speen? Beide. Geaardheid of seksualiteit? Geaardheid. Wel of niet in je luierpoepen? Af en toe. Wel of geen seks in een luier? Geen. Melk uit de fles of uit een borst? Uit de fles. Wat is een adult baby diaper lover? Een adult baby diaper lover is iemand die op een bepaalde periode of een bepaalde tijd van de dag teruggaat naar een periode uit zijn kindertijd en daarbij zich verkleedt en ook gedraagt na die bepaalde periode. Maar is dat niet gewoon een adult baby? Ja, dat is een adult baby, maar een diaper lover is iemand die niks met het babygedoe te maken heeft. Dus zich niet verkleedt met rompertjes en spenen en speelgoed en zo, maar die chillt en gamet gewoon letterlijk alleen in een luier. Als je een luier draagt, geeft heel veel mensen een veilig en beschermd gevoel. Mij geeft het ook een heel erg veilig en beschermd gevoel. En het gevoel dat je verzorgd wordt. En op dat soort momenten ga je helemaal terug naar die periode van vroeger waar je geen stress of problemen had. Heb je nu ook bijvoorbeeld een luier aan? Ja, nu heb ik ook een luier aan. En zit het lekker? Ik ben het al zo gewend dat het nu wel lekker zit. Ja, maar ja, ik ben het zo gewend. Ik draag niet elke dag door of de hele dag door een luier. Het is meestal als ik van mijn werk terugkom of van school of als ik me echt even heel kut voel. En ik heb ook al een tijdje echt elke dag door, de hele dag door gedragen. Maar uiteindelijk wordt dat te duur en te slecht voor je huid. En dan denk ik van nee, het hoeft ook niet. Ik heb het ook niet nodig elke dag en de hele dag door. Max is jouw kindernaam. Ja. Maar hoe zou je die dan, is dat een kant van jezelf of is dat een heel ander persoon? Ja, het is geen tweede persoon. Ik denk gewoon echt dat het het is wel gewoon echt deel van wie ik ben. En hoe ontdekte je dat je dit bent? Of kan je dat zo zeggen? Ben je het? Of is het een ik denk wel echt, het is wel echt een geaardheid, want ik voel dit al en ik ben dit al eigenlijk mijn hele leven. Ik werd zindelijk toen ik 3 jaar was, dus gewoon een normale leeftijd voor iedereen. En direct toen ik zindelijk was, bleef ik geïnteresseerd in luiers en speelgoed voor baby's en in kabouterplop tot mijn 12 en dat soort dingen. En het is echt wel altijd al zo geweest. En op mijn 12e kwam ik erachter dat er een hele community was. Toen dacht ik, holy shit, ik ben niet de enige op de wereld die dit doet. Ja. Welk gevoel geeft het je om je op deze manier te kunnen uiten? Het geeft me een heel beschermd, veilig en verzorgend gevoel. Gewoon echt helemaal zorgeloos. Dus echt zeg maar al je volwassen issues, die zijn er dan niet? Ja, die zijn gewoon footsie, weg. En was dat altijd zo of heb je dat moeten trainen om dat dan helemaal dat zo los te kunnen laten? Dat is eigenlijk altijd zo geweest en dat is denk ik ook waarom ik het ben blijven doen. En waarom het ook zo gebleven is, waarom ik het zo fijn vind, omdat het altijd al zo geweest is. Ben je eigenlijk een peuter of een kleuter of een baby? Ik ben geen volledige baby als ik in die space zit, zeg maar. Ik ben meer een peuter, dus rond de 2-3 jaar. Wanneer je een beetje alles begint te ontdekken voor het eerst en wanneer alle emoties begint te ontwikkelen, dat is eigenlijk waar het bij mij een beetje zit. Ja, jij noemt het ook een space, inderdaad. Ja, ja. Ik noem het little space. Ik vind dezelfde term ABDL, adult baby diaper lover, niet zo heel fijn. Omdat heel veel mensen denken aan andere dingen als ze die woorden bij elkaar horen. Volwassen, baby, luier en liefhebber. Dan, dat zijn pedo-achtige dingen. Ja, pedo-achtige dingen. Dan krijgen ze dat, terwijl dat hier helemaal niks mee te maken heeft. Wij willen niet met kinderen zijn, wij willen het kind zelf zijn. Ja, want hoe kom je zeg maar bij die little space? Nou kijk, ik heb dan een dag gewerkt. Ik kom thuis, leg mijn tas neer, ga naar boven. Denk, ik doe nu lekker een luier aan. Ik zet Sesamstraat erop. Ik pak mijn Playmobil erbij en ik ga zitten. En dan komt het gewoon vanzelf. En hoe vaak ben je Max? Ik denk sowieso wel 1 keer per dag, sowieso. Ja, ligt er ook aan hoeveel luiers ik in huis heb, want het is aardig duur, deze lifestyle. Ja. Want ben je bijvoorbeeld ook Max in het openbaar? Af en toe wel. Vooral op vakantie. Ik ben het niet in mijn eigen stad waar ik woon, omdat ik daar gewoon weet, daar ken ik mensen. Die hoeven het niet per se te weten. En daar voel ik me heel oncomfortabel bij. Maar ik draag wel altijd een luier in het openbaar, gewoon onder mijn kleren. Ook onder mijn volwassen kleren. Een paar maanden geleden liep ik over het strand. Wat ik herinner was dat het was helemaal vol, want het was eindelijk een lekkere mooie dag. En ik liep erbij met een tuinbroek en een romper eronder. Maar wij hadden geen idee dat het zo druk was. Dus we kwamen daarheen en dachten, het is veel drukker dan gepland. Maar als we terug zouden lopen, zouden we ook door de drukte lopen. Laat maar zitten, we gaan er gewoon doorheen, we zien wel. En wat ik eigenlijk opviel... En met wie was je toe? Ik was met een vriend van mij die ook uit mijn community komt.
En we liepen er allebei zo bij. Maar ik merkte juist dat de meeste mensen eigenlijk helemaal niet omkijken. Of helemaal er niet op letten. Want zij zijn met hun problemen bezig en met hun gezin, alles op dat moment. Dus toen heb ik ook wel gedacht van, oh ja, ik hoef niet altijd even bang te zijn voor oordelen van anderen in het openbaar. Als ik er een beetje kinds bij loop. Maar ik ga niet volledig oud zijn in een luier en alleen een t-shirt. Want ik vind dat niet, ook niet respectvol naar andere mensen die om me heen lopen dan. Heb je als Max zijnde een eigen identiteit / persoonlijkheid? Of hoe zou je dat omschrijven? Het is wel een kinderlijk deel van mezelf wat gewoon naar boven komt. En dat kind zit altijd in mij. Ik denk dat dat ook wel altijd gaat zitten. En op sommige momenten is dat groter dan op een ander moment. Als je er een cijfer aan zou moeten hangen, naar welke leeftijd gedraag jij je dan? Een leeftijd en een cijfer, dan zou ik zeggen rond de 2-3 jaar. Dus echt de peutergeneratie, zeg maar. En waarom die? Ik weet niet. Ik vind dat onbezorgde van toen en toch wel aan in de wereld. Dat je gewoon alles weet wat alles wel een beetje is. En zo. Dus toen wist ik van, oh ja, daarom vind ik het zo fijn. Omdat al die emoties dan echt opkomen, je begint de wereld te ontdekken. Hey, en ben je niet gewoon een hele goede acteur? Nee, het is geen acteren. Het is wel echt gewoon zijn. Het is gewoon een knop die omgaat. Bij acteren, dat is gewoon letterlijk echt wel. Dan ben je iemand anders natuurlijk. Ja, dan ben je echt wel iemand anders. En dit is wel echt gewoon wie ik ben. Als je zeg maar helemaal zou mogen dromen, wat is dan echt jouw ideale peuteroutfit? Nou, die heb ik al. Ik vind gewoon een tuinbroek heel fijn. Met een leuk, gewoon schattig t-shirt of zo. Ik kan me in heel veel kleding wel gewoon klein voelen. Ook in volwassen kleren. Ja, en dan dus een luier. Ja, ook. Dat komt er inderdaad bij, ja. En poep en plasje ook daarin? Ik doe het wel. Ook niet altijd, maar ik doe het soms wel omdat het me dan echt helemaal terugbrengt naar vroeger. Omdat ik alles letterlijk vergeet en gewoon echt even helemaal in die space zit. En ook heel veel dagen denk ik, oh, gadverdamme, nee, echt niet, dankjewel. Dat doe ik vandaag even niet. Geen zin in. Maar en hoe voelt het dan om gewoon wel in een luier te kunnen poepen? daar krijg je niet speciaal gevoel bij. Dan voelt het wel gewoon veilig en beschermd. Gewoon en verzorgend, omdat je gewoon alles kan laten los. Gewoon alles kan, je kan je loslaten, je hebt geen ene zorgen. Dat is dan op dat moment zo. En heb je wel eens gewoon in het openbaar dat je dan op straat loopt, dat je denkt, ja, ik ga er nu gewoon lekker inkakken? Nee, dat heb ik nooit op straat. Omdat ik gewoon weet van, ja, waar de fuck moet ik dat schoonmaken? Het is één keer wel gebeurd, maar dan denk je van ook, nee, verdomme. Een beetje awkward ook. Als je bijvoorbeeld in de trein zit en iedereen om je heen, die cabine, dat lijkt me niet echt ideaal. Ja, want je gaat het ook ruiken natuurlijk. Ja, het lijkt me niet echt ideaal, nee. Ja, dit is denk ik wat heel veel mensen denken. Is ABDL ook een fetish? Voor sommigen wel. Voor sommigen is het wel een fetish. Niet voor iedereen. Sommige mensen doen het echt alleen maar om echt tot rust te komen. En er komt er geen seksualiteit of seks bij te pas. Af en toe kan het bij die persoon dat het wel komen. Bij mij soms ook wel. Maar het is voornamelijk echt een lifestyle bij mij. In plaats van en een headspace. In plaats van echt, het is een stempel van seksueel gedrag. Bijvoorbeeld als ik dan een vriendje heb die ook zo is, dan heb ik niet seks als een baby. Dan heb ik niet de mindset van een baby en oh ja, neem me even lekker. Nee, totaal niet. Want ik vind dat nee, daar voel ik me niet prettig bij of zo. Dat is, past dat ook helemaal niet bij. Nee, bij een Max. Kind. Dat past niet bij een baby. Ik heb gewoon seks als een volwassene. Nooit echt als een baby met een vriendje die een soort papa-rol neemt. Nee, dat heb ik nooit. Kan je dan zeggen dat het überhaupt iets met seks te maken heeft? Of is dat dus gewoon een heel groot vooroordeel? Nee, het is wel een heel groot vooroordeel, maar het kan wel gewoon gebeuren. En daar is ook niks mis mee. Mensen, ja, maar het kan dus bij iedereen met alles gebeuren. Ja, tuurlijk. Toch? Dus ja. Ik denk gewoon dat mensen, waarom het misschien wel echt een turn-on is en waarom het wel echt seksueel is voor sommige mensen, is dat je dat verzorgende gevoel en dat je dat beschermend, veilige gevoel, dat je daar gewoon een kick van krijgt. Dat je gewoon denkt van, ik heb echt helemaal geen zorgen meer aan mijn hoofd. Het voelt zo goed. Ja, ik voel me zo vertrouwd en zo veilig. En dan, ik denk dat het daar ook vaak door komt. Hoe ging je coming out als adult baby diaper lover? Dat ging eigenlijk best wel heavy. Voor mijn coming out, toen kocht ik altijd luiers bij de Ethos en bij de Albert Heijn in de straat. Gewoon stiekem en dan deed ik het in mijn tas en dan ging ik naar boven. Ik heb een moeder die slecht ziet, dus dat kwam vaak heel goed uit. Maar op één avond wilde ik nieuwe luiers halen. En ik zeg tegen mijn ouders, ik ga even naar de winkel. Ik haal even wat snacks voor vanavond. En hoe oud was je toen? 12, 13, zoiets. En ik kwam terug van de winkel en mijn tas was zo bol. En mijn ouders zeggen, wat ga jij nou weer allemaal eten? Ik zeg, oh niks, gewoon wat lekkers voor vanavond. Laat eens zien, want je hebt echt veel te veel bij je. Nou, en toen zagen ze dus dat er luiers in zaten. En dan heb ik gewoon verteld van, ik vind het fijn om ze te dragen. Ze geeft me een veilig gevoel. Het is echt een community waar heel veel mensen in zitten. Ja, dat. En ze begrepen het eerst helemaal niet. Mijn vader sloeg direct een beetje de verdedigingsmechanisme van. Wat zei hij dan? Nou, hij zei zo van, ik wil niet dat jij verandert in een van die gekjes die ik op tv heb gezien. En ze behandelde dit op dat moment zo van, ja, hier groeit hij wel overheen. En toen heeft dat een jaar geduurd.
En toen bleef het eigenlijk alsnog en het bleef groeien. Dus toen dachten mijn ouders, we moeten er wat aan doen. Toen zijn ze naar me toegekomen en zeiden ze, we hebben een afspraak gemaakt bij de dokter. We hebben het aan de dokter verteld. En we denken dat het beter is als je met een therapeut gaat praten. Toen was ik het er wel half mee eens. En toen heb ik anderhalf jaar met een therapeut gepraat. Die je er echt van probeerde eraf te praten? Ja, ik moest diegene ook uitleggen wat dit was, want die kende het helemaal niet. De therapeut behandelde dit als een verslaving in plaats van een geaardheid. Dus ze zei ook, de eerste maand mag je maar zoveel luiers gebruiken. De tweede maand zo weinig en dan zo weinig tot je helemaal niks meer wil. Je moet van al je social media af, die mag je niet meer zien, want die triggeren jou en dat soort dingen. Het was echt alsof ik een soort drugsverslaafde was op dat moment. En nou, ik heb dat anderhalf jaar gedaan. En toen heb ik gewoon tegen mijn ouders gezegd, mam, pap, ik trek dit niet meer. Ze veranderen me in iemand die ik niet ben. Dit is heel onschuldig. Miljoenen mensen op aarde doen dit. En dit betekent echt niet dat ik later niet een volwassene wil zijn of kinderen wil krijgen. Of ik doe echt mijn verantwoordelijkheden die ik heb. Daar gedraag ik me ook naar. Maar we hebben het geprobeerd. Het werkt niet voor mij. Dit is wie ik ben. Accepteer het. Of jullie accepteren me dan maar niet. Maar ik blijf het wel gewoon doordoen. En toen heb ik ze eigenlijk, door juist vanaf dat moment eerlijk te wezen tegen ze. Want daarvoor loog ik heel vaak om dit te verbergen. Om alleen maar eerlijk te zijn, met ze erover praten. En het juist niet een taboe in je kamertje houden, maar wel met ze erover te praten. Werden ze er steeds makkelijker mee. Accepteerden ze het steeds meer. En dat ik gewoon op dit moment gewoon zo goed met ze ben, zo close. Dat ik gewoon op sommige momenten, ik kan gewoon met een luier en een t-shirt door het huis lopen. En ze zien het niet meer eigenlijk. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Helemaal goed. Hey, eet jij je krentenbol met of zonder kaas? Kaas vind ik wel lekker. En met een beetje boter eronder. Maar op je krentenbol ook? Ja. Oh, lekker. Ja, lekker.